Hola mi gente! Mijn naam is Lucho en wat dope dat jij weer kent in deze video. Vandaag is een leuke dag. Vandaag speelt Nederland de 8e finale tegen Amerika. Daar moet je natuurlijk bij zijn. Op Facebook zag ik een oproep of een berichtje voorbij komen dat ze hier in Bogota de wedstrijd live uitzenden. Omdat ik de afgelopen weken best wel een beetje alleen was en niet echt onder de mensen, dus dacht ik precies wel even leuk om daar langs te gaan. Ik ben zoals gewoon weer aan de late kant. Het is zo'n half uurtje lopen en het is lekker weer, dus waarom ook niet. Nou, ik ga doorlopen, dan hoop ik in ieder geval dat ik niet te laat kom. Dus al aan het opstellen of zo. Dus ik moet even door gaan lopen. Hoe laat is het eigenlijk? Oh, nog 8 minuten. Ik wil wel een stukje lopen. Wat daar ook heel interessant, wat ik heel interessant vind, de adressen, hoe het hier geregeld is. In het begin, ik snapte zero. Ik snapte nada. Maar eigenlijk, nu je het weet, is het eigenlijk best wel eenvoudig. Ik ga het je uitleggen. In Colombia werken ze met calles en carreras. Alle straten die van het noorden naar het zuiden lopen, heten carreras. Hey, wachten. Oké. En alle straten van het oosten naar het westen, of andersom, worden hier calles genoemd. Nu loop ik op calle 73. Dus dan weet ik dat het een van het oosten naar de weststraat is. Maar de huisnummers, bijvoorbeeld deze. Calle 73, nummer 20C09. Betekent dat ik 9 meter van carrera 20 ben. En dat klopt. Want dit is Carrera 20. En of er echt 9 meter is, geen idee. Maar ik vind het een goed systeem. Geniaal. Oké, maar ik zie alweer de oranje wimpel hangen. Ik zie mensen buiten staan. Ik ga snel doorlopen en neem jullie mee uiteraard. Ik ben niet de enige die te laat is. Je noemt schrijven mijn nummer aquí. ¿Dónde escribiste? No. ¿Dónde es tu escribir normal, normal? En WhatsApp. ¿Te quieres tomar el número? No. ¿No lo tienes? No. ¿Lo quieres? Sí. Okay. Er zijn dus geen stoelen meer, zeggen ze. Maar ik ga gewoon achterin staan, hoor. Was het krankzinnig eerste helft? Ja? Ja, weer op de camera? Ja. Maar nu komt mijn belangrijkste part: kennis maken met mensen toch? En eten, even ontbijten. Oh, yeah. Oké, okay, wat lekkers hier hebben. Terwijl ik op zoek ga naar wat lekkers, raak ik aan de praat met Ilse. We vertellen beide hoe we hier terecht zijn gekomen en wat onze plannen hier zijn. Zo is Ilse hier stagiair bij de ambassade en verblijft hier al een hele poos. Echt super dope om te horen. Zo gaaf dat ze een buitenlandse stage loopt. Er was genoeg keuze wat je kon eten. Ik zag pannenkoeken, ik zag... Nou, alleen dat eigenlijk. Maar ik koos voor een Engels ontbijt. Lekker een broodje met bacon, kaas. Ook leerde ik Roel kennen. Hij is een vriend van Ilse en is hier om dezelfde reden. Hij vertelt dat hij als doel heeft om tijdens zijn periode hier in Colombia om Colombia te exploreren. En dat doet hij dan ook graag. Hij is al naar verschillende steden en gebieden geweest in Colombia. Echt super lijp om te horen. Het gaat jullie goed, echt. Het beste. Ho, snel naar binnen, want de tweede helft is begonnen. Ik was weer te veel aan het kletsen. Thank you.
Na het eindsignaal gaat iedereen weer zijn eigen weg. Binnen wordt alles in rap tempo opgeruimd. Maar buiten kan je nog even blijven hangen voor de gezelligheid. Ik ga lekker naar huis toe. Even nog gedag zeggen tegen mensen. Dankjewel weer. Hey, tot vrijdag. Tot vrijdag. Dit was het dan weer. Ik ga onderweg naar huis. Zij gaan nog Sinterklaas vieren vandaag. Dit was dus even een kijkje met hoe we hier in Colombia voetbal kijken. Gewoon eigenlijk net zoals, alsof je in Nederland bent. Het was een mooie wedstrijd. Ook een nieuwe mensen ontmoet. Super gaaf. Ja, ik vind het gewoon heel interessant. Die mensen die dan hier naartoe komen voor een studie, voor werk, voor de liefde, voor wat voor reden dan ook. En waarom vind ik het dan zo interessant? Ja, misschien toch omdat het dan mijn land is of zo? Dat mijn Nederlandse helft het heel cool vindt. Of hoe zeg je dit? Ik denk dat ze het vooral heel leuk vindt dat, omdat ik uit twee helften besta, een Colombiaanse helft en een Nederlandse helft, dat mijn Colombiaanse helft, die hier nu helemaal trots is op zijn land, ook weer trots is dat zijn andere helft, Nederland, hier vertegenwoordigd wordt of zo. Ik weet niet, ik vind het gewoon heel gaaf. Ik wil eigenlijk alles weten, ook dan zie ik die kinderen er lopen, dan denk je, ach. En dan wil ik eigenlijk ook weten hoe die ouders hier zijn, hoe die kinderen het allemaal ervaren. Ja, super interessant. En zelfs sommige kinderen spraken niet eens Nederlands. Die spreken dus alleen maar Spaans. Vind ik zo lauw. Stiekem een klein beetje jaloers dat zij zo goed Spaans spreken, toch? In the future, I speak the same. Dat is Engels. Nou goed, veel oefenen. Bedankt voor het kijken. Vond je het nou een leuke video? Druk even op het blauwe duimpje hieronder. Nou, ik ben ook benieuwd wat je ervan vindt. Dus reageer even. Vind ik altijd leuk om te weten. Wil je niks missen? Volg me op Instagram, TikTok. @luisterman171. Joejoe.